35 jaar misdaadjournalistiek heb ik ruim 500 moordzaken diepgaand onderzocht. En hoewel elke moord even erg is, zijn er in de loop der jaren toch zaken in mijn herinnering een beetje weggezakt. Maar daartegenover staan dossiers die nooit vervagen, die onrustig maken, die blijven knagen. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en sommige zaken nooit uit het oog verliest als de waarheid niet helemaal boven water is gekomen. En dat geldt gelukkig niet alleen voor mij, maar ook voor de Brabantse oud-rechercheur Nanko Veenbrink, die de afgelopen jaren regelmatig wakker lag van de wijze waarop justitie de dossiers van de Nunense arts Edwin ten W. had afgehandeld, nadat er in diens woning in 1 jaar tijd 2 jonge Filipijnse vrouwen de dood hadden gevonden. De eerste, BB Panya, werd ruim 4 jaar na haar verdwijning onder het beton teruggevonden. Maar ten W. werd door het hof vrijgesproken. De tweede, Bet Urbi, werd dood op bed gevonden. Maar een echt onderzoek daarnaar werd nooit ingesteld. Rechercheur Veenbrink zag het allemaal tandenknarsend aan. Probeerde zijn superieuren tot actie te manen, maar er werd niet naar hem geluisterd. Nu, 10 jaar na de verdwijning van BB Panya en de dood van Bet Urbi, staat hij op als klokkenluider. Met een verhaal dat blijft knagen. Een onthullend dossier over de praktijken van een Nunense arts die het met zijn eed niet zo nauw nam. Ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Beelden van de begrafenis van BB Panya op de Filipijnen. Jarenlang was het een raadsel wat er met haar was gebeurd. Echtgenoot Edwin ten W. loog iedereen voor dat zijn vrouw hals over kop was vertrokken naar haar vaderland en daar een nieuw bestaan had opgebouwd. Maar na zijn aanhouding in 2005 bekende hij uiteindelijk haar lichaam onder het beton te hebben gestort. Hij had haar, naar eigen zeggen, dood op bed gevonden, gestikt door een plastic tas over haar hoofd. Uit liefde kon hij toen geen afstand doen van haar lichaam. Zo luidde zijn bizarre uitleg. Nanko Veenbrink uit het Brabantse Veldhoven is oud-rechercheur. Hij onderzocht ontelbare misdrijven, uiteenlopend van afpersing, gijzeling en drugszaken. Maar vooral veel levensdelicten, moord en doodslag. Zaken waarin Veenbrink vaak het verhoor van de hoofdverdachte voor zijn rekening nam. Maar sinds begin dit jaar is hij met vervroegd pensioen. Je zou verwachten dat deze door de wol geverfde rechercheur de misdaad na bijna 40 dienstjaren nu verre van zich houdt en zich richt op de meer luchtige zaken in het leven. Toch gaat dat in het geval van Veenbrink niet op. Want er is één specifiek dossier waarvan de oud-rechercheur nog steeds in zijn kussen bijt. De dood van BB Panya, de Filipijnse echtgenote van de Nunense arts Edwin ten W. Hoewel deze zaak formeel juridisch is afgehandeld, heeft het recht volgens de oud-rechercheur allerminst gezegevierd. Het was een verdwijning waar wij zelf ook uitgebreid onderzoek naar hebben gedaan. Sterker nog, juist door onze bevindingen kreeg ook justitie oog voor de zaak en werd een onderzoek gestart. Net als ons programma kreeg ook Nanko Veenbrink gaandeweg het onderzoek de overtuiging dat Edwin ten W. schuldig was aan de dood van zijn vrouw en dat hij haar lichaam daarom had overgoten met een dikke laag beton.
Maar tegen vrijwel ieders verwachting in is Edwin ten Wee in hoger beroep in 2007 vrijgesproken van doodslag op zijn echtgenote, omdat de exacte doodsoorzaak niet meer kon worden vastgesteld. Geen wonder na 4 jaar begraven te zijn geweest. Er speelt echter nog een sterfgeval waarin de Nunense arts een twijfelachtige rol speelt. In maart 2002 overlijdt onverwacht Edwins 38-jarige kinderoppas Beth Urbi, eveneens een Filipijnse. Dus twee jonge vrouwen die binnen een tijdsbestek van 1 jaar dood op bed liggen in het huis van de Nunense arts. Kan dat toeval zijn? Edwin heeft Beth in dienst genomen om op zijn zoontje te passen nadat baby was verdwenen. Op haar lichaam wordt weliswaar sectie verricht, maar een doodsoorzaak wordt bij de jonge vrouw niet gevonden. Ook in deze zaak deden wij uitgebreid onderzoek. Ondanks alle verdachte omstandigheden die daarbij aan het licht kwamen, is de dood van Beth Urbi de justitie nooit tot op de bodem uitgezocht. Veen Brink is er nog steeds van overtuigd dat Edwin ten Wee zijn vrouw Baby om het leven heeft gebracht. Hij noemt de vrijspraak van het gerechtshof een omgekeerde gerechtelijke dwaling. En dat niet alleen. Edwin moet volgens hem ook meer weten van de plotselinge dood van zijn kinderoppas. Hij acht de kans groot dat Edwin is weggekomen met 2 levensdelicten. Voor de eerste is hij vrijgesproken en de tweede is de justitie nooit serieus onderzocht. Ja, dat is nogal een bewering. Ik realiseer me dat. Helemaal als iemand onherroepelijk is vrijgesproken door het gerechtshof. Dan geldt juridisch immers het credo, ne bis in idem. Oftewel, een verdachte kan niet 2 maal worden vervolgd voor hetzelfde feit. Vrijspraak is vrijspraak. Over en sluiten. Maar betekent dit dan automatisch ook dat er voor de pers helemaal geen mogelijkheden meer zijn om een mogelijke dwaling aan de kaak te stellen? Het is toch niet zo dat we alleen maar aandacht mogen besteden aan zaken waarbij een verdachte ten onrechte is veroordeeld? Nee, als misdaadverslaggever moet je zeker zoveel oog hebben voor een zaak waarbij iemand mogelijk ten onrechte is vrijgesproken. Want ook dat is een dwaling. Zeker als er in het huis van de hoofdpersoon nog een jonge vrouw om het leven is gekomen en die zaak nauwelijks door justitie is onderzocht. Samen met de oud-regisseur Veen Brink, die het dossier Edwin ten Wee tot op de komma nauwkeurig kent, zetten we in 2 reportages uiteen dat Edwin weliswaar in hoger beroep is vrijgesproken van doodslag op zijn vrouw BB, maar dat dit niet automatisch betekent dat hij ook werkelijk onschuldig is. En dat het verdachte overlijden van kinderoppas Beth de justitie nooit van de grond is gekomen, maar wel van de grond had moeten komen. En dat er in die zaak ook vandaag, bijna 10 jaar na dato, nog steeds onderzoeksmogelijkheden zijn. En Edwin blijkt cruciale vragen over de omstandigheden waaronder hij zijn vrouw heeft begraven niet te kunnen beantwoorden. Hoe kan dit? En is naar dit aspect van de zaak wel voldoende onderzoek gedaan? De verdwijning van de Filipijnse Fatima Panya, roepnaam BB, is een zaak die weliswaar in een vroeg stadium bij de politie wordt gemeld, maar waarbij adequaat optreden lang op zich laat wachten. BB verdwijnt in januari 2001 spoorloos. Ze is van het ene op het andere moment teruggegaan naar haar vaderland, zo beweert echtgenoot Edwin. Ze heeft haar 2 kleine kinderen, waaronder een babytje achtergelaten, en wil met niemand meer contact. Althans, dat houdt Edwin iedereen voor. Ook haar familie op de Filipijnen zelf hoort niets van haar. Alleen Edwin heeft naar eigen zeggen contact met zijn vrouw en beweert dat hij haar op de Filipijnen een paar keer opzoekt. De ongerustheid slaat toe. Hoe is het mogelijk dat BB, die kort daarvoor nog zo blij was met de geboorte van haar zoontje Paul, er ineens stiekem vandoor gaat en helemaal niets meer laat horen? De bezorgde vrienden van BB stappen naar de politie. Maar omdat het lijkt te gaan om een vrijwillige verdwijning, doet men niets. Het is augustus 2002, als ook onze redactie wordt benaderd over de verdwijning van BB. Dit is het begin
van een omvangrijk onderzoek dat jaren in beslag zal nemen. Peter vertrouwt de zaak niet en als hij vervolgens contact opneemt met Edwin ten Wee, groeit de achterdocht. Edwin blijkt allesbehalve blij met onze bemoeienis. Kijk, het is een beetje vervelend, want er worden veel roddels verteld. En het is moeilijk om mij daartegen te verdedigen zonder persoonlijke dingen prijs te geven. Ook tegenover Peter stelt Edwin dat zijn vrouw op de Filipijnen zit. Vervolgens doet hij een aantal controleerbare beweringen over waar hij haar heeft gezien en dat hij samen met haar naar een psychiater is geweest en op welk adres ze zou wonen. Wat Edwin niet verwacht, is dat wij naar de Filipijnen reizen om zijn beweringen daar te controleren. Als we in de stad Cebu onderzoek doen, stort zijn verhaal over de verdwijning van BB als een kaartenhuis in. Edwin blijkt iedereen stelselmatig te hebben voorgelogen met geraffineerde verhalen over locaties waar hij BB heeft gezien of waar ze tijdelijk zou wonen en over personen die hij samen met BB in Cebu heeft ontmoet. Stuk voor stuk verhalen die bij nader onderzoek ter plaatse gewoon door hem verzonnen bleken te zijn. Uit de gegevens van de immigratiedienst werd duidelijk dat BB zelfs nooit de Filipijnen was binnengekomen. Ook ontmoeten we in Cebu BB's zussen. Ze hebben sinds de verdwijning ook niets meer van haar gehoord, terwijl BB normaal wekelijks belde. De familie vreest dat BB niet meer in leven is. What do you think happened to your sister? Maybe she killed my sister. He killed your sister. Maybe he killed my sister. Terwijl wij op de Filipijnen onderzoek doen, probeert Edwin uit alle macht te voorkomen dat BB's zussen contact met ons hebben. Manipulaties die wij haarfijn weten vast te leggen. Realize that you cannot trust those people. I mean, the main culprit there is probably a guy called Peter de Vries, who is the boss, and they can be trusted. They're out for sensation. Als Edwin dan blijft bellen, is voor BB's zus Anna-Maria de maat uiteindelijk vol. You're always telling us a lie. You know. Do you think of all you did, I will trust you or I will listen to you? Na deze reis staat voor ons als een paal boven water dat BB iets verschrikkelijks is overkomen en dat zij niet meer in leven is. Maar waar is ze dan? Na onze reis naar de Filipijnen staat voor ons als een paal boven water dat BB Panya niet meer in leven is. Wij leggen onze bevindingen voor aan Justitie Den Bosch. In alle stilte begint men daar dan aan een gerechtelijk vooronderzoek. Oktober 2004. Na het laatste telefoongesprek met Peter is Edwin alle contact met onze redactie uit de weg gegaan. Maar we zoeken hem op in Noorwegen, waar hij dan inmiddels woont. Edwin is onaangenaam verrast door ons plotselinge bezoek, maar laat ons dan toch maar binnen. Hij blijft bij zijn verhaal dat zijn vrouw nog leeft, vrijwillig is vertrokken en is niet gediend van vragen van lastige journalisten. Nu weg. Nou, ik hoop dat je nog eens een keer het echte verhaal gaat vertellen. Ik kan dat wel gewoon een beetje proberen te doen alsof je het echte verhaal vertelt. Nou, dat verhaal dat klopt niet. Nou, dat zijn keiharde, klinkklare leugens, Edwin. En dat weet je heel goed. En jij weet heel goed dat wij dat ook weten. Ik weet niet wat in je hoofd omgaat, maar dit zit van mij. Een dag na dit bezoek komt ook justitie in Nederland in actie. In het huis in Nuenen, waar Edwin met BB woonde, gaan technische regisseurs op zoek naar het stoffelijk overschot en sporen die wijzen op een misdrijf. Een ander rechercheteam vertrekt naar de Filipijnen om daar getuigen te horen. En op verzoek van de Nederlandse autoriteiten komt ook een politieteam in Oslo in actie.
Edwin wordt aangehouden om door de Noorse politie over de verdwijning van zijn vrouw te worden gehoord. Bij huiszoeking in zijn woning treft de politie dan een flinke hoeveelheid kinderporno aan op zijn computer. In Nuenen wordt de hele tuin afgegraven, maar sporen die leiden naar BB Panja worden nergens gevonden. Edwin, die zelf natuurlijk weet dat zijn vrouw al lang niet meer leeft en waar haar stoffelijk overschot is, houdt zijn kaken stevig op elkaar als hij hierover op het politiebureau in Oslo wordt ondervraagd. De Noorse politie kan hem dan niet langer vasthouden en Edwin wordt na enkele dagen weer vrijgelaten. Maar enkele maanden later keren de kansen. Edwin reist dan plots in alle stilte met de trein van Oslo naar Amsterdam. Wat hij dan niet weet, is dat de politie hem nog steeds in de gaten houdt. Edwin wordt in gezelschap van een jonge Filipijnse vriendin in zijn hoofdstedelijk hotel gearresteerd op verdenking van doodslag op zijn vrouw Bebe. Eindelijk kan hij scherp aan de tand worden gevoeld over de dubieuze verdwijning. Eenmaal tegenover de recherche houdt Edwin zich de eerste dag van zijn verhoor op de vlakte. Hij vertelt dat hij sowieso van plan was om zich bij de politie te melden en zijn verhaal te doen, maar dat hij eerst met zijn advocaat wilde overleggen, de vermaarde strafpleiter meester Gerard Spong. Dag 2 van het verhoor volgt. Het is dan 18 januari, uitgerekend Edwins 49ste verjaardag. Volgens de recherche is het tevens de overlijdensdag van BB, 4 jaar eerder. Edwin biecht dan op wat iedereen altijd al dacht. BB is dood. Ze is nooit vrijwillig verdwenen. Edwin had dit alle ongeruste vrienden en alle familieleden op de mouw gespeld en alle kritische vragen afgedaan, alsof deze afkomstig waren van mensen die het slecht met BB voor hadden. Maar tegen zijn verhoorders vertelt Edwin nu een heel ander scenario. Bij thuiskomst van een reis had hij BB dood op bed aangetroffen, gestikt door een plastic zak over haar hoofd. Een zelfmoord dus. Omdat hij geen afstand kon doen van zijn geliefde vrouw, heeft hij haar eerst in de tuin van zijn woning in Nuenen begraven. Een jaar later heeft hij haar uit angst voor mogelijke ontdekking weer opgegraven, zo zegt hij. En heeft BB toen in het huis van zijn tweelingbroer, die bij hem om de hoek woont, in het fundament van de badkamer verborgen. Edwin verklaart hierover in het politieverhoor: ik vond de gedachte aan het opensnijden bij een obductie een ontering. Daarom heb ik toen de verkeerde beslissing genomen en heb ik niet de autoriteiten ingeschakeld. En dus heeft hij haar naakte lichaam verpakt in vuilniszakken en landbouwplastic en uiteindelijk onder een dikke laag beton onder het toilet van zijn tweelingbroer gestort. Over ontering gesproken. De vraag is waarom we deze bizarre bewering van Edwin zouden geloven. De jaren daarvoor heeft hij immers alles en iedereen op een ongelooflijk doortrapte wijze voorgelogen en bedonderd. Dus waarom zou dit ineens de waarheid zijn? Jaarlijks plegen er zo'n 1500 mensen in Nederland zelfmoord. Toch gebeurt het nooit dat een slachtoffer door een volkomen onschuldige nabestaande in het beton wordt gestort en zogenaamd jaren voortleeft. En dat klemt te meer omdat Edwin notabene een arts is. Hij heeft tijdens zijn studie te maken gehad met de dood. Hij heeft onderricht gehad over depressies en zelfmoord. En dus weet hij heel goed hoe je bij overlijden moet handelen. Hulp vragen, familie waarschuwen, ambulance bellen, een schouwarts laten komen. Maar niets van dat alles. Dokter Edwin zegt dat hij geen afstand kon doen van zijn vrouw en legt haar dode lichaam daarom om te beginnen direct maar in de garage. Voor moordrechercheur Veenbrink is dat niet het gedrag dat je van een arts verwacht, maar is het de handelswijze van iemand die iets te verbergen heeft, die niet wil dat de politie een normaal onderzoek kan doen. Edwins tweelingbroer Helmar, in wiens huis het stoffelijk overschot wordt gevonden, wordt ook aangehouden. Maar hij zegt nergens van te hebben geweten en wordt verder niet vervolgd. Maar er was nog een onopgehelderd sterfgeval. Edwins 37-jarige kinderoppas Beth was immers in maart 2002... een jaar na de verdwijning van BB ook plotseling overleden. Net als BB lag ook zij dood op bed.
Tijdens een forensische sectie werd geen doodsoorzaak gevonden. Geen aanwijzingen voor een misdrijf, maar ook geen echte aanwijzingen voor een natuurlijk overlijden. Toch werd de dood van Beth nooit echt verder diepgaand onderzocht door justitie en de zaak komt nimmer voor de rechter. Dit terwijl de kans dat twee kerngezonde jonge vrouwen in nog geen anderhalf jaar tijd in dezelfde woning zomaar dood op bed worden aangetroffen natuurlijk nagenoeg nihil is. Ook over de kinderoppas sprak Peter destijds met Edwin. Beth zou volgens hem hebben geleden aan een schildklierafwijking die haar fataal was geworden, zo hield Edwin Peter toen voor. Hij had dat kort na de dood vernomen van haar familie op de Filipijnen. Dat was een fantastische vrouw, die heeft mij ongelooflijk geholpen. Die vrouw die leed aan hyperthyreoïdie en ze heeft daarom een hartritmestoornis gekregen. Een fantastisch mens, ik ben er heel erg kapot van geweest. Maar als wij ook deze beweringen nader onderzoeken, door weer naar de Filipijnen te reizen en daar de familie van Beth te spreken, blijft ook hier van Edwins verhaal weinig over. Beth leed helemaal niet aan een schildklierziekte. Sterker nog, uit een medische verklaring die de familie heeft, blijkt juist dat Beth gezond was. What I don't understand is that you told Edwin that she was suffering from goiter. He is the one who told me that. What? He is the one who told me that he has a goiter. Edwin told you that she has goiter. Yeah. Now Edwin is claiming that you told him. Because he want to make me a letter that my daughter has a goiter. Net als bij BB heeft Edwin ook in het geval van kinderoppas Beth regelrechte leugens verteld. En het was uitgerekend Edwin die tegen de zin van de familie heeft gezorgd dat het stoffelijk overschot zo snel mogelijk werd gecremeerd, waarmee mogelijke sporen van een misdrijf zijn verdwenen. Opzet of toeval? De familie van Beth vermoedt het eerste. He was hiding something. I think he's making a liar and cover up. Yeah. Some mysterious done and to my daughter, I don't know. Na terugkomst uit de Filipijnen leggen we onze bevindingen voor aan justitie. Het is duidelijk dat Edwin, net als bij BB, ook in de zaak van Beth leugen op leugen heeft gestapeld. En dat baart ook het Openbaar Ministerie zorgen. Plaatsvervangend hoofdofficier Charles van der Voort belooft dan de verdachte dood van Beth nog eens nader onder de loep te nemen. Toch is er ondanks de gerezen verdenking en de gedane toezeggingen nooit echt gedegen onderzoek naar de raadselachtige en verdachte dood van kinderoppas Beth tot stand gekomen. Zo blijkt nu pas. En dat is merkwaardig, want naar nu blijkt was Peter niet de enige die destijds onraad rook. Ook de ervaren regisseur Veenbrink vertrouwde de zaak voor geen meter. Maar tot zijn frustratie vond hij niet tot nauwelijks gehoor bij zijn superieuren om de mysterieuze dood van Beth verder te onderzoeken. Veenbrink kan daar niet mee leven en neemt dan een bijzondere stap. Hij zoekt het hoger op, iets wat in de hiërarchische politiewereld uiterst ongebruikelijk is. Veenbrink heeft dan net het hele onderzoek naar de zaak BB afgerond en wil een poging doen om ook in de mysterieuze dood van Beth de onderste steen boven te krijgen. Op eerste kerstdag 2006 stuurt hij daarom deze brandbrief aan de toenmalige hoofdofficier meester Charles Wiegand in Den Bosch, de allerhoogste justitiebaas in Veenbrinks arrondissement. Ik zou u vriendelijk, toch zeer dringend willen verzoeken te willen toestaan dat ik nog energie mag steken in een onderzoek aangaande het overlijden van Beth. Er zijn mij veel en veel meer feiten bekend die in aanmerking komen voor een nauwgezet nader onderzoek. Mijn overtuiging in deze kwestie is dat het zeker is dat beide vrouwen zijn omgebracht door Edwin ten Wee. Deze overtuiging is puur gebaseerd op feiten welke zijn komen vast te staan uit het door mij uitgevoerde onderzoek. Ik heb een brief geschreven met de bedoeling om duidelijk te maken dat ik vond dat er sprake was van nog een moord. Ik heb een groot aantal punten opgesomd in die brief.
en aangegeven hoe ik erover dacht en wat ik vond dat men er nog mee kon doen. Een aantal suggesties gedaan, een aantal punten opgenoemd. En ik vond het zelf een redelijke, zakelijke brief. Waarvan ik dacht dat ik daar toch wel goed aan deed. Van regisseur Veenbrink met zijn lange staat van dienst mag worden verwacht dat hij weet waarover hij praat. Maar een antwoord van de hoofdofficier blijft vervolgens uit. Ik kreeg zelfs geen antwoord. Denk dat in de hiërarchie dat een beetje anders zit. Want mijn toenmalige afdelingschef, die kreeg wel antwoord op die brief. En daar werd ik toen, laten we zeggen, geroepen op zijn kamer bij die afdelingschef. En die had dan inderdaad post gekregen van de hoofdofficier van justitie. En het werd wel heel gauw duidelijk dat dat niet de bedoeling was. Die schrijverij die werd echt niet op prijs gesteld. In plaats van groen licht wordt Veenbrink op straffen van ontslag de wacht aangezegd over zijn actie om zijn hoogste baas aan te schrijven. En hierdoor wordt nooit iets gedaan met de waslijst aan nieuwe inzichten over de verdachte dood van kinderoppas Beth Urbi, die Veenbrink dan inmiddels op een rij heeft gezet. Een geruststelling voor Nanko Veenbrink is op dat moment nog dat Edwin voor de moord op zijn vrouw BB tenminste wel voor lange tijd achter de tralies zou verdwijnen. Maar dat loopt, zoals gezegd, anders. Als in de zomer van 2007 het hoger beroep dient, gebeurt er iets waar vrijwel niemand rekening mee heeft gehouden. En regisseur Veenbrink al helemaal niet. Omdat op het lichaam van BB door de vergaande staat van ontbinding geen duidelijke doodsoorzaak is gevonden, oordeelt het gerechtshof dat zelfmoord, zoals Ten W beweerde, niet uitgesloten kan worden. En dat er vermoord, geweld dus, geen bewijs is. Edwin Ten W wordt vrijgesproken van doodslag op BB en uitsluitend veroordeeld voor het wegmaken van een stoffelijk overschot en het in bezit hebben van kinderporno. Hiervoor krijgt de arts 2 jaar. Maar omdat hij al meer dan 2 jaar heeft vastgezeten, komt hij direct op vrije voeten. Ik kon het eigenlijk niet geloven dat daar vrijspraak uitgesproken werd. Naar wat ik wist van die zaak en nog weet van die zaak, is het eigenlijk niet denkbaar dat daar een vrijspraak uitkomt. En toch gebeurde het. En heel die zittingszaal zat vol met mensen die, ja, die waren eigenlijk allemaal ongelooflijk verbaasd dat dat eruit kwam. Maar het is toch gebeurd. En dat is, denk ik, en dat mag ik gerust zeggen, niet. Die vrijspraak is niet gebaseerd op het feit dat hij het niet gedaan zou hebben. Maar dat komt door toch een verzameling van deskundigen die dan gaan steggelen. Hakketakken over de doodsoorzaak. En die wordt dan niet vastgesteld. En zo gauw er een vraagteken ontstaat, dan is het vrijspraak. Dat weet iedereen. Ja. En die vraagteken kwam er vrij snel. Maar was je er ziek van? Ja, ik was er doodziek van. Dat kan ik geruststellen, ja. Ik was er echt ziek van. Omdat justitie zijn adviezen over de dood van Beth Urbi in de wind sloeg en omdat als klap op de vuurpijl Edwin werd vrijgesproken van de moord op zijn vrouw BB Panja, is de grens voor Veenbrink bereikt en openbaart hij daarom nu de brief die hij destijds aan de hoofdofficier schreef. Als een klokkenluider wil Veenbrink nu inzage geven in het onderzoek van destijds. In zijn functie als regisseur kreeg hij geen voet aan de grond, maar nu hij met pensioen is, vindt hij dat dit alsnog aan de kaak moet worden gesteld. Dit in de hoop dat de ogen van justitie eindelijk worden geopend en er alsnog een nader onderzoek naar de dood van kinderoppas Beth wordt gestart. Samen met psychologen bestudeerde Nanko Veenbrink destijds nog voor Edwins aanhouding maandenlang zijn gedrag. Daaruit ontstond het beeld dat Edwin iedereen pathologisch, geconstrueerd en beredeneerd heeft voorgelogen. Met zijn web van leugens creëerde hij zo 4 jaar lang een schijnwereld waarin BB zogenaamd nog in leven was. Maar ook in de verhoren stapelde Edwin leugen op leugen, zo blikt de oud-regisseur nu terug. Wat ik nou met Edwin heb meegemaakt, dat heb ik in die 40 jaar nog nooit meegemaakt. Want dan had ik iemand voor me die altijd, overal, tegen iedereen liegt. Over alles. Dat was uniek. Ik denk
dat er van dit soort figuren minder dan 10 op de wereld zijn. Die altijd kunnen liegen. En dat is een kunst. Hij loog over de kleinste dingen. Alles. Behalve zijn naam en zijn geboortedatum. Daar kon hij niet over liegen. Maar voor de rest was het allemaal gelogen. Maar wat zijn die leugens dan? En hoe kan het dat het gerechtshof daar allemaal niets mee heeft gedaan? Om daarover een duidelijk beeld te krijgen, moeten we eerst even terug in de tijd. Terug naar de periode dat Edwin en BB net in het huwelijk zijn getreden. Een huwelijk dat Edwin toen al niet helemaal zag zitten, zo blijkt. BB Panja is begin 30 als zij Edwin ontmoet. Edwin is dan 41 en heeft een groot aantal kortstondige affaires gehad. BB zelf heeft net een scheiding met een Nederlandse man achter de rug, waar ze ook een zoontje van heeft. De vonk slaat snel over en op 23 april 1999 staat de bruiloft gepland. Maar Edwin bedenkt zich op het allerlaatste moment. Hij komt niet opdagen. Een gênante vertoning voor de gasten en natuurlijk helemaal voor zijn bruid BB. Waar zijn plotselinge aarzeling dan door is ingegeven, blijft op dat moment onduidelijk. Maar een maand later trouwen Edwin en BB alsnog en verhuizen ze naar het Brabantse Nuenen, waar ook Edwins tweelingbroer Helmer in dezelfde straat woont. Binnen een half jaar merkt de omgeving voor het eerst dat het met het huwelijk niet goed is, als BB midden in de nacht in paniek een kennis uit bed belt. Ze is doodsbang voor Edwin, jammert ze. En er is meer aan de hand binnen het prille huwelijk, zo ontdekt de regisseur Nanko Veenbrink. Jij hebt ook onderzoek gedaan naar de relatie tussen Edwin en BB toen ze pas bij elkaar waren, zeg maar in het prille begin. Hoe was dat toen? Waren ze toen wel happy? Nou, misschien voor de buitenwereld, maar we kwamen al gauw achter de feiten dat hij ook nog de vriendin op nahield. Zowel voor zijn huwelijk met BB als tijdens het huwelijk. Hij had onder andere contact met ene Jennifer. Het meisje was 14 jaar. 14? 14. Was in 98 en de meisje 84 geboren. 14 jaar. Dus om je nou te kunnen spreken van een geweldig huwelijk? Nee. Een gelukkig huwelijk? Nee. Had dat er misschien ook mee te maken, die relatie met dat meisje, dat hij op zijn huwelijksdag iedereen liet staan, dat hij er toen in eerste instantie vanaf zag en zei van nee, ik doe het toch maar niet? Ja, dat zou kunnen. Hij heeft tegen zijn broer gezegd, ik doe het niet, want ik heb last van koude voeten. En heeft eigenlijk de hele clubgenodigde laten zitten. Hij is daar niet naartoe gegaan. En ja, dat is natuurlijk merkwaardig. Dat is een slecht voorteken, hè? Dat is een slecht voorteken. Dit is die Jennifer met wie Edwin in 1998... dus een jaar voor zijn huwelijk al close is. Zij was toen 14 en Edwin 42. Als Edwin net een jaar getrouwd is met BB, heeft hij kennelijk toch spijt en doen me de eerste signalen op dat hij misschien wel iets van plan is. Zo valt af te leiden uit een gespreksverslag dat door een notaris is vastgelegd. Edwin bezoekt deze notaris in juli 2000... om zijn financiële situatie te inventariseren. Hij is getrouwd in gemeenschap van goederen en wil van deze regeling af, zo blijkt uit de bewaarde aantekeningen. Bij een scheiding zou hij de helft van zijn inkomen en bezit aan BB moeten afstaan. Uit dit gespreksverslag van de notaris blijkt Edwin te hebben geïnformeerd over wat de gevolgen voor zijn vermogen zouden zijn als BB terug zou gaan naar de Filipijnen. Wat zou er gebeuren als hij misschien alleen onvindbaar zou zijn, aldus de notitie? Edwin zou vervolgens nadrukkelijk hebben aangegeven liever niet thuis gebeld te worden. Was Edwin hier wellicht al een misdrijf aan het bekokstoven? Het verhaal sluit immers naadloos aan op de verdwijning van BB, slechts 6 maanden na dit bezoek aan de notaris. Een buitengewoon verdachte gang van zaken die wijst op voorbedachte raden.
Het is echter een gegeven waar het gerechtshof niets mee kon. Omdat nu eenmaal zwaarder woog dat de doodsoorzaak bij BB niet meer kon worden vastgesteld. Rechercheur Veenbrink stelt op grond hiervan vast dat je eigenlijk moet concluderen dat Edwin door de rechtspraak is beloond voor het 4 jaar verbergen van het lichaam van BB, dat daardoor in zo'n verregaande staat van ontbinding was dat er geen zekerheid over de doodsoorzaak meer kon worden gegeven. Het is een cynische constatering, maar er valt niet veel tegen in te brengen. Edwin onderhoudt ook na zijn huwelijk met BB vrij intensief postcontact met zijn Filipijnse maîtresses. Want naast Jennifer heeft hij nog meer liefjes in dit land. Ook nu weer ontvangt hij liever geen post op zijn huisadres. Zo blijkt uit de briefwisselingen met zijn vriendinnen die de recherche later heeft weten te achterhalen. Edwin gebruikt het adres van zijn tweelingbroer en geeft zijn vriendinnen later een postbusnummer. De oprit bij mij is erg lang en de postbode verliest regelmatig brieven onderweg. Zo houdt hij hen voor. Voor de recherche is hiermee duidelijk dat BB niets mocht merken van de contacten, maar dat vooral ook de Filipijnse dames niet mochten ontdekken dat Edwin was getrouwd. Bij de recherche ontstaat het beeld van een man die zich op de Filipijnen laat gelden als een succesvol arts en zijn gehuwde staat stil wil houden. Kortom, daar de gewilde huwelijkskandidaat. Een positie die op de arme Filipijnen garant staat voor veel makkelijke contacten met vrouwen. Met het huwelijk van BB gaat het in diezelfde tijd dat Edwin deze verschillende seksuele contacten heeft helemaal niet goed. Zo blijkt uit verschillende mutaties uit de politiecomputer, zoals deze in september 2000. BB belt in paniek de politie om te zeggen dat Edwin haar heeft vastgebonden op bed. En volgens deze mutatie belt Edwin een dag later zelf de politie om dan te vertellen dat hij geen zins van plan was om zijn vrouw te vermoorden. Hij houdt juist heel veel van haar en verlangt dat de dienstdoende politiebeambte dit vastlegt. Een maand later, op 13 oktober 2000, wordt een kind geboren. Het is een zoon. Nog geen 10 dagen later stapt Edwin alleen op het vliegtuig. Zijn vrouw ligt dan op het kraambed en zonder dat zij het weet reist Edwin dan naar de Filipijnen. Naar eigen zeggen om daar lekker Filipijns eten voor zijn geliefde BB in te slaan. Zo verklaart hij tijdens de rechtszitting in een bos. Maar is dat wat hij daar werkelijk deed? Net 10 dagen na de geboorte van zijn eerste zoon vliegt de Nunense arts Edwin ten Wee naar de Filipijnen. Volgens zijn eigen verklaring om daar Filipijns eten te halen voor zijn vrouw, die dan nog op het kraambed ligt. Maar is dat wat hij daar werkelijk deed? Ik heb daar een meisje gesproken, toen ik daar was. En die vertelde toch vrij ongeremd wat daar werkelijk gebeurd is. De tijd dat hij daar geweest is, heeft hij eigenlijk alleen maar met haar in bed doorgebracht. En geen tijd gehad om wat voor eten te kopen dan ook. En is ook zonder eten kennelijk weer terug naar huis gegaan. Na een aantal dagen. Het was eigenlijk een soort sekstripje. Het was een sekstrip, zonder meer. Terug naar het moment dat BB om het leven komt, januari 2001. Het is dan 2 maanden na Edwins korte trip naar de Filipijnen. Alles staat voor de katholieke BB in het teken van de doop van haar pasgeboren zoontje Paul. De voorbereidingen zijn in volle gang. De doop is een belangrijke gebeurtenis, een hoogtepunt voor BB, en staat gepland op zondag 21 januari. Maar zover komt het niet. Op donderdag 18 januari 2001... breekt waarschijnlijk de laatste dag van BB aan. Het is notabene de verjaardag van Edwin. En natuurlijk dus ook van zijn eeneiige tweelingbroer Helmer. Edwin heeft een speciale band met deze tweelingbroer. Ze wonen in hetzelfde dorp, in dezelfde straat, in een soortgelijk huis, en komen dagelijks bij elkaar over de vloer. Ze doen vaak dezelfde dingen.
Als Helmer verbouwt, verbouwt Edwin ook. Die dag, 18 januari 2001, viert Helmer zijn verjaardag. Hij heeft wat mensen op de koffie. Het is ook de dag van het laatst bekende levensteken van BB. 'S Middags om 2 uur belt ze nog enthousiast met een vriendin om het aankomende doopfeest te bespreken. Er is dan nog niets met haar aan de hand, zo zegt die vriendin. Omdat daarna niemand meer iets van BB hoort, vermoedt de recherche dat ze op deze dag, dus op de verjaardag van Edwin en Helmer, om het leven kwam. Edwin zelf kan zich vreemd genoeg niet meer precies herinneren op welke dag hij zijn geliefde BB thuis dood aantrof, zo verklaart hij. Alsof je ooit zou kunnen vergeten wanneer je vrouw precies om het leven is gekomen. De vraag is dan ook, weet hij dit werkelijk niet, of probeert hij hiermee zijn doen en laten rond het moment van overlijden zo mistig mogelijk te houden? Er gebeurt die dag nog iets bijzonders, zo ontdekt de recherche. Iets dat erop wijst dat Edwin direct al begon met het creëren van een geloofwaardig alibi. De arts werkt op dat moment bij een farmaceutisch bedrijf in België en is de middag van zijn verjaardag vrij. Hij gaat naar zijn broer Helmer en brengt daar zijn zoontje en de zoon van BB uit haar eerdere huwelijk, die meestal bij zijn moeder verblijft. Het bezoek van Helmer verklaart later aan de politie dat Edwin erg zenuwachtig deed. Waarom? Het is toch gewoon hun beide verjaardag? Of is er net iets ergs gebeurd en heeft hij hulp nodig van de eeneiige tweelingbroer die hem kent als geen ander? Schrikt hij van alle bezoekers bij Helmer die ooggetuigen zijn van het wegbrengen van zijn kinderen en zijn nerveuze gedrag? En moet hij nu snel een list bedenken voor als de politie een onderzoek start? De recherche ontdekt dat er aan het einde van de middag van die 18e januari... om 17:45 precies bij een bankautomaat geld wordt gepind met de bankpas van BB. 9 minuten later wordt er met diezelfde pas in een winkel in de buurt een jas afgerekend. Betekent dit dat BB op dat moment nog in leven was? Edwin verklaart later dat BB in die betreffende winkel een jas voor hem heeft gekocht. Een cadeau voor zijn verjaardag die dag. Maar regisseur Nanko Veenbrink meent er het zijne van. Als je kijkt naar hoe die jas gekocht is, de manier waarop, dan noem ik dat eigenlijk een mannenactie. En waarom? Omdat er moest geld gepind worden. Er is ook geld gepind bij het winkelcentrum. En 9 minuten later is er geld gepind om de jas te betalen. Ja. Dat betekent dat binnen 9 minuten er 2 keer gepind is en een jas gekocht is. Er zijn ook nog wat kleine sokjes bij. Dat doet een vrouw niet. En zeker niet een kwartier voor sluitingstijd van een winkel. Het was 17:45 of zo. Het was 17:45. En ook niet op de verjaardag zelf. Ja, als het allemaal goed zou zitten, dan zou zo'n vrouw dan ruim van tevoren een jas aanschaffen. Want op het moment dat ze zeg maar in die winkel niet geslaagd was, als die jas in die maat er niet was bijvoorbeeld, had ze helemaal geen cadeau gehad. Had ze niks gehad. Dat is dus raar. Dat zit natuurlijk anders. Ik denk, als ik naar die actie kijk en de pintijd in de gaten hou en ook exact kijk wat er gebeurt, denk dat hij hem zelf gekocht heeft. Met haar pas. Met haar pas, uiteraard. Dat is namelijk later nog een keer gebeurd in de Filipijnen. Toen was hij zogenaamd op zoek naar zijn vrouw. En toen zegt hij zelf, ik heb in de Filipijnen gepind met babypas om haar in leven te laten blijken. Maar wat is het verhaal erachter dan? Dat hij op die dag wilde suggereren dat zij op dat tijdstip nog leefde? Duidelijk, duidelijk. Terwijl ze eigenlijk al dood was. Ja, daar is de hele jasactie eigenlijk op gebaseerd. Dat mogen duidelijk zijn. Op 20 januari, een dag voor de geplande doop, belt Edwin de kerk af. Hij zegt dat BB niet lekker is. Ze is gestrest en ligt op bed. Op 22 januari echter, BB is dan al vrijwel zeker enkele dagen dood, kruipt hij achter zijn computer. Hij oefent op een excuusbrief die hij aan de kerk wil schrijven, waar de doopplechtigheid had moeten plaatsvinden. Deze brief verstuurt Edwin niet, maar het document wordt jaren later door de recherche in zijn computer aangetroffen. Edwin schrijft die dag: BB is een onzeker persoon.
Zij voelde zich in Nederland in toenemende mate ongelukkig. In het afgelopen weekeinde kwam het tot een emotionele breakdown. Ze heeft daarom besloten alleen naar de Filipijnen terug te gaan. Dus terwijl Edwin voor de omgeving keihard volhoudt dat baby ziek op bed ligt, broedt hij al op plan B, haar zogenaamde vertrek. Edwin kan immers niet te lang tegen de ongeruste buitenwacht blijven volhouden dat baby niet lekker is en daarom niet aanspreekbaar. De tijd dringt voor hem. De dagen erna is er in Huizen ten Wee geen enkel levensteken. Er wordt niet opengedaan voor bezorgde vriendinnen. Dan vertrekt hij voor 4 dagen op zakenreis naar de Verenigde Staten. Als hij op 3 februari weer thuiskomt, BB is dan waarschijnlijk al 2 weken dood, maakt Edwin pas bij vrienden en familie bekend dat BB tijdens zijn afwezigheid in de VS in overspannen toestand is vertrokken naar haar vaderland met een open ticket en een contant geldbedrag. Edwin reist in de maanden daarna enkele keren naar de Filipijnen om daar zogenaamd zijn vrouw te zoeken, terwijl hij als geen ander weet dat BB niet meer leeft en gewoon in Nuenen begraven ligt. Maar hij houdt de schijn op. Edwin is een paar keer naar de Filipijnen geweest, zogenaamd om BB daar te zoeken of te ontmoeten. Dat was natuurlijk allemaal een verzinsel. Maar wat deed hij daar nou wel? Hij had daar toch diverse vriendinnen die hij bezocht. Onder het mom van ik ben mijn vrouw aan het zoeken, waarvan hij weet dat hij is overleden. Dus zo'n actie is al heel erg raar om dat in de wereld te helpen van ik ga mijn vrouw zoeken. Houdt zich daar voornamelijk bezig met de vriendinnen die hij heeft. En dat zijn er nogal wat. Dus het waren eigenlijk gewoon plezierreisjes? Het waren plezierreisjes en plezier tussen aanhalingstekens. Echt plezierreisjes waren het zeker. Om de indruk te blijven wekken dat zijn vrouw nog leeft, deinst Edwin er zelfs niet voor terug om zijn nog maar half jaar oude zoontje te gebruiken. Tijdens zijn reizen schrijft hij hem korte brieven. Let wel, zijn kind is op dat moment nog maar een baby die misschien net kan kruipen, maar Edwin schrijft hem: lieve zoon, ik zit in Hongkong. Ik probeer een Chinees te bellen, Debbie Chen, een mooie meid, stewardess bij Cathay Pacific. Zij vond me very sweet. Ik heb haar over de toestand met je moeder verteld en volgens haar heb ik je moeder erg goed behandeld. Over BB schrijft hij in een andere brief in het Engels aan zijn kindje. Ze wordt geplaagd door depressies en is voor een poosje terug naar Cebu. Ik hoop dat ze niet langer dan 3 maanden wegblijft. De politie gaat er niet van uit dat Edwin hiermee echt zijn zoontje wilde informeren, maar dat het gaat om een geraffineerde truc. Waarschijnlijk hield Edwin rekening met een huiszoeking. Als deze brieven dan in handen van de politie zouden vallen, zouden die er ook op wijzen dat BB nog in leven was. Telkens als Edwin terugkomt uit de Filipijnen, houdt hij alle bezorgde kennissen voor dat hij BB weer heeft gezien, maar dat ze graag alleen wil zijn. En tja, de telefoon die hij haar had gegeven was helaas kapot gevallen. En zo weet hij iedereen voorlopig om de tuin te leiden. En als een jaar na de verdwijning van BB kinderoppas Beth overlijdt, gaan ook bij de dienstdoende agenten, die dan bij Edwin polshoogte komen nemen, geen alarmbellen rinkelen. De politie brengt de dood van Beth niet in verband met de verdwenen baby Panya, omdat naar die zaak op dat moment geen onderzoek loopt. Volgens regisseur Veenbrink heeft Edwin de agenten vernuftig om de tuin weten te leiden door een waar emotioneel toneelstuk op te voeren. Je moet je voorstellen, hij staat buiten zijn woning. Een kind van, laten we zeggen, ongeveer 1 jaar op zijn arm. Hij staat er te huilen en zet zo door die actie de meeste mensen op het verkeerde been. Het maakt het nogal bizar, want de politie vraagt, bent u getrouwd, woont hier alleen? En dan zegt hij ook nog, terwijl hij dat kind van 1 jaar op zijn arm heeft, ja, mijn vrouw is 1 jaar geleden vertrokken. En terwijl hij dat zegt, staat hij in de buurt van haar graf. Dat betekent
dat hij, en daar komt hij weer, onder alle omstandigheden tegen iedereen overal over kan liegen. En dit vind ik echt een bizar moment. Bijna staande op het graf van BB, met een dode bed boven, met een kind op zijn arm, zegt hij: mijn vrouw is weggelopen, ongeveer een jaar geleden, huilend. Ja. Dus al die emoties, wil jij zeggen, die hij op dat moment vertoont, hij huilt, zijn gespeeld, omdat hij nog steeds zijn kop erbij heeft van: oh, ik moet wel goed ik moet wel het verhaal goed vertellen, want ze mogen geen argwaan hebben. Exact. Klopt precies. En zo lijkt Edwin bij de politie handig buiten beeld te blijven. Voorlopig althans. Op last van justitie wordt er dan wel sectie verricht op het lichaam van kinderopas Beth. Maar als dit geen onomstotelijke doodsoorzaak oplevert, verdwijnt deze zaak naar de achtergrond. Pas 4 jaar na de dood van BB zit Edwin na zijn arrestatie in Amsterdam dan alsnog tegenover de politie. En kan hij eindelijk over de zaak aan de tand worden gevoeld. Naast de intensieve verhoren wordt Edwin later ook onderworpen aan een uitgebreid psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Dit is het verslag van dat onderzoek. Het laat een opmerkelijk beeld zien. Edwin behandelt zijn onderzoekers als gelijken. Ze hebben beide onderricht gehad in psychologie en psychiatrie. En dat leidt soms tot nogal hilarische situaties. De psychiater van het Pieter Baan Centrum rapporteert: betrokkenens presentatie maakt dat gesprekken al spoedig de sfeer krijgen van twee deskundigen die in een gezamenlijke reflectie de persoonlijkheid van betrokkenen onder de loep nemen. Zo merkt Edwin in onvervalst vakjargon tegen zijn onderzoeker op: ik stel me voor dat u iets over mijn levensloop wilt weten. Vanuit de periferie of centraal? Uit het psychiatrisch rapport blijkt verder dat Edwin er tijdens groepsessies ook niet voor terugdeinst om zo nu en dan de rol van psychiater over te nemen en zijn lotgenoten ongevraagd van psychiatrisch advies te voorzien. Het Pieter Baan Centrum heeft er met Edwin een beetje een psychiater bij, zo lijkt het wel. Ondertussen levert het gedrag van Edwin weinig concreets op. De onderzoekers melden dat ze geen aanwijzingen zien voor seksueel deviante gerichtheid bij Edwin. Geen afwijkend gedrag dus op seksueel gebied. Toch wel een opvallende conclusie, gezien het feit dat er op zijn pc notabene kinderporno is gevonden. Tientallen foto's van kleine kinderen die tot huilens toe worden misbruikt. Waaronder een foto van een kind dat gedwongen seks heeft met een hond. En zelf heeft hij op de Filipijnen contact met Jennifer. Het meisje was toen notabene maar 14 jaar toen ze Edwin leerde kennen. Hoe dan ook, in het Pieter Baan Centrum concludeert men dat er weinig mis is met de arts uit Nuenen. Wel prikken de psychologen op een aantal punten door zijn masker heen. Men concludeert dat er bij Edwin sprake is van een persoonlijkheidsstoornis met overwegend narcistische, maar ook vermijdende en passief-agressieve kenmerken. Daarnaast worden als kenmerken genoemd impulsiviteit, weinig emotionele diepgang, gladde verbale presentatie, eigenzinnigheid en leugenachtigheid. Maar de psycholoog ziet uiteindelijk geen reden om een behandeling te adviseren, aldus het rapport. Wat opvalt in de gesprekken met de deskundigen is dat Edwin geen mogelijkheid onbenut laat om BB af te schilderen als labiel, depressief en onberekenbaar.
als hij BB werkelijk niet om het leven heeft gebracht, heeft hij met al zijn leugenachtige, beschuldigende verhalen toch in ieder geval karaktermoord op haar gepleegd. Maar het zijn leugens waar het gerechtshof weinig mee kan. Door de twijfel over de doodsoorzaak werd Edwin vrijgesproken. In dubio pro reo heet dat. Bij twijfel is het voordeel voor de verdachte. Hierdoor is het leugenachtige patroon in Edwins verhalen in het arrest nauwelijks meer aan bod gekomen. Ik sluit niet uit dat het gerechtshof hem knarsetandend heeft vrijgesproken. Maar dat is iets wat ze er natuurlijk niet bij schrijven in het arrest. Maar wat het Hof wel met zoveel woorden in haar arrest schrijft, is dat zij het gedrag van Edwin merkwaardig en onlogisch vindt in het licht van zijn verklaring dat hij uit respect voor zijn overleden vrouw handelde. Maar dat gezegd hebbende stelt het Hof dat aan deze gedragingen op zichzelf geen bewijs kan worden ontleend dat de verdachte zijn echtgenote opzettelijk gewelddadig van het leven heeft beroofd. En dat suïcide niet als onwaarschijnlijk scenario terzijde kan worden geschoven. Oud-regisseur Nanko Veenbrink is ervan overtuigd dat Edwin met de uitspraak van het Hof door het oog van de naald is gekropen. Een belangrijk punt dat voor Veenbrink ook aanleiding is voor zijn standpunt dat Edwins verhaal niet klopt, is de bewering dat BB zelfmoord heeft gepleegd door een plastic tas over haar hoofd te trekken. De vraag is, kan iemand op zo'n manier, zonder dat de tas is dichtgebonden of met tape is afgesloten, eigenlijk wel zelfmoord plegen? Het verhaal op zich valt onder wat kolderieke verhalen. Het is eigenlijk niet mogelijk. We hebben daar uitvoerig onderzoek naar gedaan. Zoals hij dat vertelt, zoals het gegaan zou zijn, dat is niet mogelijk. Waarom niet? Zij heeft zelf de zak dichtgedraaid. Hij wist bovendien ook niet de kleur te benoemen van de tas. Hij wist ook niet welke tas of van welke winkel. Dat was al duister. Er is ook geen afscheidsbrief aangetroffen. Er zijn geen slaapmiddelen aangetroffen in baby's lichaam. Dus kortom, waarom zijn die slaapmiddelen belangrijk? Nou, dat is om, als je deze actie uit wil voeren, dan moet je daar op een gegeven moment toch wel een beetje bedwelmd voor zijn om door te kunnen zetten. Als je dit bij je volle bewustzijn gaat proberen, dat is niet te doen. Je wil om te leven, die gaat dan winnen natuurlijk. Dus dat is een verhaal wat niet klopt. Dat klopt van geen kanten. En er is nog iets. Veenbrink vermoedt dat Edwins verklaring over het begraven in zijn eigen tuin niet klopt. BB heeft naar Veenbrinks overtuiging nooit in die tuin begraven gelegen, zoals Edwin steeds heeft verklaard. Dit is volgens hem een tactisch verzinsel. En dat plaatst Edwins bewering dat die BB uit liefde bij zich wilde houden in een ander daglicht. Dat is een verhaal die in het leven is geroepen door Edwin om zijn eventuele rechters om de tuin te leiden. Hij wilde door deze actie, die begraafactie in zijn tuin, laten zien: ik hou veel van mijn vrouw, ik wil haar graag bij me houden. Hij plaatst ook nog binnen een soort monumentje van een Mariabeeld ter hoogte van dat graf. Maar toen er lijkenhonden, speurhonden, ja, die gespecialiseerd zijn in het opsporen van lijken, in de tuin kwamen, hebben die daar niet aangeslagen. Terwijl het had gemoeten als ze daar een half jaar had gelegen. Zeker. Waar ze wel hebben aangeslagen is in het huis van zijn broer. Daar zijn die honden, een daarvan, die zijn, laten we zeggen, nogal wild geworden ter hoogte van de wc-pot, toiletpot. En dan is het een duidelijk verhaal, daar lag ze ook. Maar in de achtertuin van Edwin zelf, niks, helemaal niks. Dus ik ben er stellig van overtuigd dat ze daar niet heeft gelegen. Nee. Opgeteld ligt er al met al een behoorlijke reeks omstandigheden waaruit de leugenachtigheid van Edwin blijkt. 6 maanden voor haar beoogde zelfmoord informeert Edwin bij een notaris wat de gevolgen voor zijn bezittingen zijn als BB tijdelijk af zou reizen en onvindbaar zou zijn. Uit verschillende mutaties in de politiecomputer en verklaringen blijkt dat BB bang was dat Edwin haar zou vermoorden.
Terwijl vrienden en familie zeggen dat BB gelukkig was met de geboorte van haar zoontje en zich verheugde op het doopfeest, verklaart alleen Edwin dat zijn vrouw depressief was en het leven niet meer zag zitten. Precies op de dag nadat van BB een laatste levensteken is vernomen, brengt Edwin de kinderen hals over kop naar zijn broer, waar getuigen zien dat hij zenuwachtig en gespannen is. Hij hangt verhalen op dat zijn vrouw er vandoor is en nog leeft, terwijl hij al lang weet dat ze dood is. En er is nog iets wat regisseur Veenbrink dwars zit. Iets dat al die jaren weinig aandacht heeft gehad, maar dat er volgens Veenbrink sterk op wijst dat in deze zaak niet de hele waarheid boven water is gekomen. Edwin heeft misschien wel hulp gehad toen hij het lichaam van BB in het huis van zijn broer begroef. En dat baseerde ik op het feit dat Edwin niet precies kon vertellen hoe hij nou zijn vrouw had ingepakt. Daar was hij heel fout over aan het verklaren. Het klopte niet met wat wij hadden aangetroffen. Want als het in plastic gewikkelde lichaam van BB werd uitgepakt, treffen de onderzoekers onder haar hoofd een kussentje aan. En tegen haar lichaam gedrukt vinden ze deze Bijbel. In haar mond wordt dit, dan groen uitgeslagen muntje gevonden. Een gebruik dat in sommige culturen wordt gehanteerd, zodat de overledenen kan betalen voor de overtocht naar gene zijde. Kennelijk is BB wel met enige compassie begraven. Maar daar waar je zou verwachten dat Edwin dit gegeven natuurlijk direct aan zijn ondervrager zou voorhouden, om hiermee aan te tonen dat hij zijn vrouw met respect en liefde heeft begraven, blijkt tijdens het verhoor dat Edwin hier helemaal niets van weet. Ik heb Edwin zijn vrouw een keer of 6 in laten pakken in het verhoor. En elke keer zei ik van nou, doe het maar opnieuw. Het moet preciezer. En doe het nog maar een keer. Maar het muntje, wat jij noemt, en de Bijbel, die bleven weg. Die noemde hij niet. Toen hebben we op een gegeven moment zijn we een beetje, zeg maar, dingen gaan geven. En ik heb gezegd, ja, maar er zit wat bij. Er zit wat bij het stoffelijk overschot. Hij wist daar helemaal niks van. Hoe kan het dat Edwin hier niets over vertelt? Kan hij zich dit niet meer herinneren? Of weet hij het niet omdat hij het niet kan weten? Omdat wellicht niet hij, maar iemand anders BB in de woning van zijn broer heeft begraven? Hij is daar natuurlijk niet alleen geweest. Hij is niet in staat om kenmerkende zaken, bepalende zaken te noemen. Daar weet hij niks van, dat is overduidelijk. Dat is niet na 1 keer verhoor dat hij het niet weet, maar 5, 6, 7 keer heb ik geprobeerd om dat toch te laten vertellen. Maar hij wist het niet. Duidelijke bewijs is er niet dat er dus een ander is die dat erbij gelegd heeft. Als Edwin hulp heeft gehad, als er een tweede persoon is, wie is dat dan? Allemaal raadsels en vragen waar het gerechtshof aan voorbij is gegaan, omdat de doodsoorzaak van BB niet meer goed was vast te stellen en moord of doodslag dus niet bewezen kon worden. Maar het heeft er alle schijn van dat ex-rechercheur Veenbrink gelijk heeft en dat de waarheid en niets dan de waarheid in deze zaak nooit aan het licht is gekomen. En Edwin ten Wee is ook niet van plan om deze gerezen vragen te beantwoorden. Hij en zijn advocaat, meester Gerard Spong, zijn door mij uiteraard uitgenodigd om hier in de studio commentaar te geven op alle bevindingen. Maar de advocaat liet weten daar vanaf te zien. In een mail aan mij schrijft Spong letterlijk:
Mede gelet op de omstandigheid dat naar huidig recht nog geen herziening van een vrijsprekend vonnis of arrest mogelijk is en het Openbaar Ministerie Edwin ten W. geen strafbaar feit verwijt betrekking hebbend op Bert Urbi, zien ten W. en ik ervan af om in of op de voorgenomen uitzendingen te reageren. Wel voegt Spong eraan toe dat zijn cliënt zich alle rechten voorbehoudt om rechercheur Veenbrink zowel strafrechtelijk als civiel aansprakelijk te stellen voor zijn uitlatingen. Nou, dat zullen we dan wel zien. Voorlopig blijft Veenbrink gewoon de klok luiden. Volgende week onthult hij in ons tweede en laatste deel nieuwe feiten over de raadselachtige dood van kinderoppas Bert Urbi, de dubieuze rol van Edwin ten W. daarbij en de onbegrijpelijke passieve houding van justitie. En over passiviteit gesproken, ik heb het Openbaar Ministerie in Den Bosch op 26 oktober deze fax gestuurd met vragen waarom men nooit iets met de brief van rechercheur Veenbrink heeft gedaan en waarom men hem met ontslag heeft gedreigd. We zijn inmiddels 2,5 week verder, maar ik heb nog geen antwoord gehad. Maar ja, dat we soms lang moeten wachten eer het recht echt zijn loop heeft, weten we al langer. En werd deze week in een heel andere zaak nog weer eens bevestigd. Tot volgende week. Ik hoop dat een hele hoop mensen inzien dat dit gewoon niet kan. En dat er wat moet gebeuren, maar ik weet ook niet wat. Ik hoop alleen maar dat ik hulp krijg en dat iemand me wat aan kan reiken van dit of dat kun je doen. Je staat machteloos tegen een hele grote wereld. Ik heb er geen vertrouwen in, heb ik gezegd. Niet in het rechtssysteem. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light you see. No, I won't be afraid. No. Wanneer gaat u daar nou eens wat aan doen? Be afraid just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand. Niet bewezen en spreekt hij daarvan vrij. Ik praat uitvoerig met de vader van de nu gearresteerde verdachte Ronald. Het Hof acht wettig en overtuigend bewezen dat u Christel Ambrosius hebt verkracht en vermoord. En het Hof veroordeelt u tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren.